Ik heb een boek erbij gepakt, want volgens mij was het vorig jaar, toen zat ik naast Remke bij een congres. En ze zei, ja, dat boek komt bijna uit en jij staat erin. Ik weet niet of het ervan gekomen is, ik heb het nog niet gelezen. Maar het gaat natuurlijk over de Living Museum, mijn artist community. En dat is een fantastisch project. We zijn met 0 euro begonnen. We hebben oude afdelingen van GGZ Ingeest leeggetrokken en meubilair. Mensen herstellen daar door kunst te maken. En het fenomeen doet zich voor dat mensen zo goed herstellen dat ze bij de UWV op het matje geroepen worden. Ja, want het gaat zo goed. Waarschijnlijk kunt u ook alweer aan het werk. We hebben heel veel stormen overwonnen aan de Living Museum. En deze ook. 2 weken geleden meldde zich een kunstenaar bij mij. Die zei, ja, ik moet bij de fraudecommissie van het UWV komen. Want iemand heeft een anonieme tip gegeven dat wij geld verdienen in de Living Museum. Met workshops. Nou, die workshops zien er als volgt uit. Zij vragen daar 15 euro voor. 10 euro gaat naar materiaalkosten en 5 euro gaat naar de Living Museum. Deze storm hebben we ook al verloren, want ze is er gisteren geweest. Ze heeft een advocaat meegenomen. Overigens belanden zij en haar man op de EHBO in verband met hartklachten in die afgelopen 2 jaar. Maar ze hebben het overwonnen. Met een brief van mij. Ik heb haar gezegd, prijs die fraudecommissie de hemel in. Want we krijgen gratis feedback over de Living Museum en waarschijnlijk kom je er dan onderuit. Het is bijna 5 mei, we hebben allemaal de geschiedenisboeken gelezen. Voor vrijheid moet je vechten elke fucking dag. Dankjewel.